Bonnie komt op bezoek en niet met lege handen. Ik had hem mee op vakantie. En dat deed goed. Ja. Oh. Ze vertelt over haar recente losgeslagen periode. Dan deed ik ook gewoon niks meer in het huis. Dan kwam ik binnen en dan gooide ik mijn jas gewoon op de vloer. En over hoe ze wordt gepest op TikTok. Dat is zo millennial. Ik ben een millennial. En we hebben het over hele slechte tips. Ja, dat is echt iets voor jou. Denk ik. Wie denk je dat ik ben? Ja. Wat is er nou met mijn haar? Goedemorgen. Redelijk goed geslapen. Iets te lang blijven liggen, maar ik moet nu echt ontbijten en aan de slag, want vanmiddag komt Bonnie op bezoek. Ik ga gezellig lunchen en kletsen en heel gezellig, maar dan moet ik wel nog eerst eventjes mijn vlog voor morgen monteren. Hier, wat voor weer wordt het vandaag? Er wordt vandaag regen voorspeld. Regen? Niet weer regen. Het is super mooi weer. Ik ga wat eten en koffie en aan de slag. Nieuw licht in de keuken. Ja. Ik weet niet of dat echt een verbetering is. Nu ben ik niet meer groen, maar wel een beetje oranje. Ik had toch vorige week dat hele dure brood gekocht bij de Franse bakker in de Gijsbrug van Amstelstraat. Ik vond er echt helemaal niks aan. Het was ook de volgende dag al helemaal hard. Ik heb nu wel een heel lekker broodje van de Albert Heijn. Gewoon decem met zonnebloempitten. En dan ga ik natuurlijk mijn lekkere nieuwe kaas opdoen. Sorry, maar ik kan deze kleur niet. Dit is wel iets beter. En natuurlijk met mijn nieuwe kaasschaaf van Bosca. Wat een fantastisch ding. Linkje staat in de beschrijving. Ik vind alleen het begin altijd moeilijk met zo'n puntig stuk kaas. Heb je eerst van die kleine stukjes. De montage gaat lekker. Beetje druk erop is altijd wel goed, hè? Ik ga even een klein beetje het huis opruimen voordat Bonnie hier is en koffie zetten. En het lijkt me leuk om ook even aan Bonnie te vragen hoe haar dagritme eigenlijk in elkaar zit en hoe zij dat volhoudt. Ik had het natuurlijk vorige week gevraagd aan cameraman Robin, die daar wel echt mooie en slimme dingen over zei. Maar zijn leven is toch niet helemaal te vergelijken met mijn leven. Want hij, ook al is hij freelancer, alsnog moet hij heel vaak naar een locatie toe om zijn werk te kunnen doen. En Bonnie's leven komt natuurlijk heel dicht in de buurt bij mijn leven. Ik ben wel benieuwd hoe zij zichzelf motiveert om uit bed te komen en aan de slag te gaan. En op tijd naar bed te gaan ook weer. Hey! Hey poesje! Hallo! Ik heb tulpen voor je mee! Tulpen? Oh ja, wat leuk! Ik wist niet of je een vaas had. Ik heb wel een vaas. Ja? Jawel. Goed zo. Gelukkig. Ja, het is hier nogal rommelig. Dus. Hoe komt dat? Je hebt een week lang opgegaan. Ja, dit is alle troep die weg mag. Oh, mag ik er nu ook doorheen? Als je wil, de leftovers van de leftovers. Ik denk dat jij zelfs een glas mee dan. Ja, een bierglas komt altijd van pas. Helemaal van Hilversum naar Groningen. Kan die daar toch ook bij de koffie over 20 cent halen? Ja, een soort hebberigheid van gratis spullen. Ja, nou, ik moet zeggen. Ik denk dat ik dat toen ook wel had. Ik nam echt alles mee als mijn ouders dingen wegdeden. Dacht, oh, ja. Zet ik al neer. Toen ik hier kwam wonen, toen kregen we ook zo allemaal servies en dingen van mensen. Gewoon alles in de kast gezet zonder te denken, ja. Vinden we dit mooi, hebben we dit nodig? Ja, ik dacht ook nooit na of iets mooi. Gratis. Ja, en dan ooit doe je het allemaal weg en dan ga je allemaal mooie dingen kopen. Ja. Wel leuk. En toch vind ik nog steeds af en toe dingen terug en denk, huh? Wat is het ook? Oh, dat is van toen ik alles gratis kreeg. Ja. Waarom heb ik dit eigenlijk? Ja, bij ons is toen we in ons huidige huis gingen wonen, is dat er wel grotendeels uitgegaan. Ja, verhuizen. Hey, vriendje. Ja. Hi, poes. Hey. Oh, dat is dat hij iets vies ruikt. Nee, dat hij iets ruikt, ja. Oh, ik dacht dat ze zo kijken als ze iets vies ruiken. De tijger die mij ging ruiken, die is zo... Huh? Wanneer rook ik een tijger aan jou? Toen ik in Friesland naar de tijgers op bezoek ging. Was dat in mijn vlog? Ja, gek verhaal. Ik heb ze wel allemaal gezien, ja, dus ik kan me niet herinneren. In Friesland naar een soort tijgeropvang. Toen was er zo'n tijger die... Ik liep langs en deed precies wat Kai net deed. Zo met zo. Zijn... Ja. Maar het ziet dat ze dom uit bij de kat. Ja, maar dan kan hij blijkbaar heel goed ruiken, omdat ze geurklieren daar zitten. Hallo. Hey. Ah. Heb je dat luchtje van Monica op? Ja. Oh ja. Ruik je dat? Ja. En? Lekker. Heel lekker. Ja, maar het is dus zo'n unisex geur. Maar jij rook heel erg zo toen we uitgingen in Rotterdam. Naar het filmfestival. Weet je dat nog? Ja, gelijk weer die vibes.
Daar gaat hij. Oh, er moet wel nog batterijen in. Dus hier moet klus. Ja, het moet echt. Ja. Echt? Ja. Yeah. Nou, nu moet het echt geweldig worden. Nu moet het geweldig worden. Ik heb weer een nieuwe melkopschuiver gekregen van Moni. 2 euro van de IKEA. Ja. Ik had hem mee op vakantie. En dat deed goed. Ja. Oh. Deed dat geen pijn? Nee. Oh. Maar het ging wel harder dan ik dacht. Maar je moet het koud opschuimen. En dan even in de magnetron. Oké. Ja, dit gaat, nu gaat het echt lukken. Gewoon in de mok? Of wat? Ja. Oké. Dit is gewoon onze derde poging in jouw huis. Mag jij een mok kiezen? Stek. Heb je alleen een piemelmok of heb je ook iets van een borstenmok? Nee, ja, konten heb ik alleen nog. Oh, ik wil de konten wel. Oké, wel een beetje vieze konten. Nou ja, nou, every kont is beautiful. Als het dan bij mij weer niet werkt, dat zou wel heel... Kijk hoe groot het wordt. Oh ja, dit is goed. Maar misschien moet ik even wachten tot... Of heb jij al, is de koffie al gezet? Ja, is wel. Oh, chill. Gezet. Nou, dit is wel sick. Ja. Yeah. Wil jij dit niet ook? Ik vind het wel leuk dat ik mijn eigen Oatly heb meegenomen. Ja. Ik zei ook zo, wat? Maar ik had dus ook een TikTok gemaakt. Gewoon van even een lifehack. Neem dit mee op vakantie als je daar je melk wil opschuimen. Ja. Dus er waren er vooral heel veel meiden die zeiden, oh mijn god, wat leuk, oh goed idee. En toen kwamen er allemaal mannen van, dit bestaat al 100 jaar. Zo'n dingetje? Ja. Oh. Ja, dit is ook gewoon helemaal niet onbekend dat dit apparaat bestaat. Maar het was gewoon een tip. Ja. Zo van, ja. Mannen laten zich niet graag womansplainen. Nee. 30 seconden? Steeds als iets heel veel mannen bereikt, worden ze zo geërgerd. Dat vind ik wel echt naar aan TikTok hoor, dat het echt bij vreemde types terecht komt. En je volgers, maar daarna toch voornamelijk allemaal gekjes. Ja. Of heel veel jonge mensen die dan zo zeggen, oh dat is zo millennial. Oh. Kijk, ik ben een millennial. Kijk. Oh, en dan gaat het nog extra... Goed, oh, dat is gewoon een hele beker van schuim. Oh, wauw. Als we hier nu de koffie op doen, nou, dan is het toch goed? Zo, dit wordt wel lekker. Niet veel plek meer voor koffie. Nou, anders schep ik een klein beetje wel bij me. Het ziet er echt heel foamy uit. Ja, hè? Kijk nou. Wow. Lekker weggooien. Nou, nu kan ik hier voortaan lekker mijn haverkappoen drinken. Zeker. Dat was zo'n groot probleem. Ja. Ik kon hier bijna niet meer naartoe komen. Lekker. Ja, hè? Ja. Zo, we hebben lekker... we hebben gegeten bij... we hebben geluncht bij Koffie en Jij. Maar ze wisten niet dat ze twee food-recensenten... Totdat wij de camera tevoorschijn pakten en... en allebei even uitgebreid hebben gefilmd. Ja. Hoe die sapjes niet te nassen waren. Ja, dan moet je even in Bonnie's vlog kijken. Want dat was gewoon ondrinkbaar. Ja. Maar ik had een heel lekkere pita met rendang, vegetarische rendang. Vegan zelfs. Vegan? Oh ja, zou kunnen. Ik denk dat het... Maakt vaak van jackfruit volgens mij. Oh ja. Dat smaakt echt heel goed. Ik had 4 blueberry pancakes. Oh ja. Want ik twijfelde over 2 of 4. Ik wilde er eigenlijk 3. Ja, je hebt uiteindelijk maar 2,5 opgegeten, geloof ik. Ja, en jij nam 1 hap en... Zo, echt een onderzetter. Ja, ik vond het smaakt echt naar niks. Ik vond het wel oké, maar ja, jouw eten was wel heel lekker. Ja, dat was echt heel lekker, maar vonden we... Ja, en ze hadden echt hun best gedaan op de aankleding. Ja, maar ook niet een beetje te veel. Echt een soort 5 verschillende Pinterest-boards bij elkaar in één ruimte. Oh, de groene kat zag, maar het was iets anders. Eigenlijk, ik was er dus nog nooit geweest, maar ik krijg het vaak getipt van mensen. Oh. Ik bevestigde wel een beetje mijn vermoeden dat het een beetje zo'n Instagram plek is waar het vooral alles er mooi uitziet. Ja, maar dan wel een beetje de Xenos kant van Instagram. Ja, maar ja, ik vond het is wel heel de kaart summer. Trouwens, want nu zitten we er helemaal af te zijn. Ja. Het was helemaal niet heel stom of zo. Nee, zeker niet. Ik denk dat... Maar ik vond de opties die ze hadden wel heel lekker allemaal. Ja. Ik kon echt moeilijk kiezen. Ja. Ze hadden ook allemaal dingen met pita. Ja, 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 het eten was dus wel echt heel goed. Ik heb vaak dat als mensen mij iets tippen... Mm-hmm. Hey! Oh god, deze hond is zo leuk. Ja, is echt een perfecte hond. Dan heb ik zo'n mooi postuur. Zo! Hey. Ik heb best wel vaak dat mensen mij iets tippen. En dan ga ik dan naartoe. En dan is het een beetje zo, ja, zoals dit, een beetje zo kietscherig hip. Of zo, een beetje zo... Ja, schaamteloos randstedelijk noemt dat dan premium mediocre. Dus het heeft een soort uitstraling van luxe en hipheid. Oh, ja, ja. Maar als je echt even goed gaat proeven, dan is het een beetje zo moh. Maar is het niet voor Hilversum wel heel hip? Ja. Niet lullig naar Hilversum. Ja, maar je hebt in Hilversum ook wel echt gewoon
gewoon iets, het echt luxere segment. Ja, maar zeg maar, stel je zoekt een leuk tentje, echt iets voor mij, zeg maar, met pancakes. Ja. Dan moet je wel echt daar zijn, toch? Ja. Maar dan is het bijvoorbeeld zoals jij in Rotterdam heb je toch dat Arzu. Ja. Dat ziet er, ik ben er nooit geweest, maar dat ziet er uit alsof het echt heel lekker is. Ja, dat is echt heel lekker. Ja. Dat is niet te vergelijken met dit. Nee, het verbaast me dan dat mensen die mij tips geven mij inschatten als iemand die het heel belangrijk vindt dat iets er hip uitziet. Dat belangrijker vindt dan de kwaliteit van iets. Ja, maar ik denk dat jij het heel erg ziet alsof mensen jou heel erg een tip geven van oh, even nadenken, wat past het beste bij Bram? Ja. Terwijl iemand is meer gewoon ergens geweest en die denkt, hey, ik ken nog iemand die in Hilversum woont, dat is Bram. Het gebeurt ook wel, maar... Dat denk ik. Vaak is er ook van, oh, is dat niet wat voor jou? Nou, dat krijg ik de hele tijd. Dan stuurt iemand bijvoorbeeld een kledingstuk naar mij. Ja. Dan heb ik ooit een leuk roodborstje ontmoet in een vlog. En dan stuurt iemand bijvoorbeeld een jurk met allemaal roodborsten erop. Echt een afgrijzelijke jurk. En dan zegt iemand, nou, dat is echt iets voor jou. Ja. Dan denk ik, ja. Wie denk je dat ik ben? Ja, ja, heb je niet goed gekeken? Hé, hey, is dat mijn rijleraar? Pierre. Oh god, dat lijkt er wel op. Oh, zo'n stuk verder vloggen. Is dat hem echt? Sowieso vraag ik me wel eens af, wat denken mijn kijkers eigenlijk? Bijvoorbeeld toen ik me twee weken geleden zo'n uitsprak tegen de BBB. Dat ja. Echt mensen echt verbaasd waren dat ik dat niet een goed idee vond, dat BBB de grootste was. Van, ja. Maar heb je dan wel goed gekeken? Moet maar je gaat er al snel van uit dat je kijkers precies hetzelfde persoon zijn als jij. Ja. Maar bijvoorbeeld, wij hebben allebei ook veel rechtse kijkers. Ja, blijkbaar. Ja. Maar ik zou niet zo snel ik zou daar niet naar kunnen kijken, denk ik. Jawel. Ja? Ja, we kijken toch ook dingen zoals Temptation Island. Nee, niet hoor. Ja, ik nee, wel. Maar wel... zeg maar, je kijkt toch wel naar andere soort mensen dan jezelf. En je kijkt toch ook vaak dingen om je te ergeren. Ja, dat wel. Dat is dan soms wel lekker, maar dan... bij. Laat in de comments weten als je Bram volgt om je lekker te ergeren. Ja, ja, leuk. Hey, van harte welkom. Ik probeer ook altijd dingen in te stoppen waar je aan kan ergeren. Maar bijvoorbeeld Chateau Meiland heb ik het eerste seizoen heel erg trouw gekeken. Tot ik erachter kwam dat zij echt gekke... FVD'ers, PVV'ers zijn, toen kon ik er niet meer van genieten. Zou het niet kunnen zijn dat als je rechts bent, dat kijk, dat dan heel woke mensen, dat je dat irritant vindt, maar dat verder, of iemand nou links is of niet, dat niet zoveel impact op je heeft. Terwijl als je zelf heel links bent, dan is het echt kwetsend wat de opvattingen van sommige rechtse mensen zijn. Dat is waar, want als je rechts bent, maak je sowieso niet zo druk over... hoe het met de aarde gaat. Of... Nee, dan kies je meer voor andere dingen die je belangrijk vindt. Ja. Dus dan boeit het je ook niet zo of iemand links of rechts is. Oh ja. Dus ik denk dat misschien als je rechts bent, dat je dan eerder naar een links iemand kijkt dan... Dan andersom. Ja. Oh ja. Wow. Goeie theorie. Ja? Nice. Ik sta er ook van te kijken. Hey, wat zie jij? Kom even binnen anders. Echt te kijken. Ik had, en die buurvrouw is wel echt naar me aan het kijken. Nee? Oh, ja. Ja, jij ziet haar. We zijn gewoon TikToks aan het maken, buurvrouw. Gaat ze niet verder gelopen op een gegeven moment weer? Nee, want Kai is helemaal met die kat. Oh, ze lokt hem nu met snoepjes. Wel een leuke buurvrouw. Ik dacht dat hier alleen maar oude mensen zijn. Nee, ze is echt heel erg leuk. Ik had vorige week een vriend van mij gevraagd naar zijn dagritme. Maar ik dacht, jouw leven is wel enigszins vergelijkbaar. Ja. Dat je gewoon meestal thuis werkt. Ja. Dus ik was benieuwd naar jouw... ritme. Nou, ik had eerst een heel extreem ritme, waarbij ik echt zo heel veel plande in een week. Maar toen ging het op een gegeven moment mentaal niet helemaal goed met me en toen kon ik eigenlijk helemaal niks meer. Waarna ik langzaam weer dingen ben gaan doen. Ja. Maar ik heb nu een beetje een soort nieuw ritme, waarbij ik niet te veel plan, maar net genoeg. Ja, het is zo'n fine line tussen, oh heerlijk, ik hoef niks te doen deze week en ik zit de hele week binnen. Ja. Maar dat heb jij ook. Ja, dat is echt een fine line. Maar ik heb wel heel veel mensen die bij mij in de buurt wonen. En ik heb ook heel veel... Ik heb ouders die met pensioen zijn en best wel veel vrienden die freelancer zijn. Dus ik kan heel vaak spontaan iets doen. Ja, dat is leuk. Dus als ik denk van, ik wil vanmiddag om 2 uur koffie met iemand drinken, dan kan ik wel iemand vinden. Ja. Dat is wel echt een luxe. Ja. Ja, dat moet ik nog een beetje ontdekken eigenlijk. Meld je aan in de comments. Ja. Bram zoekt vrienden in Hilversum. Nou, ik dacht wel laatst, het zou leuk zijn als iemand in de buurt woont die bijvoorbeeld heel goed kan filmen en het leuk vindt om dat af en toe met mij te doen. Of zelf ook dingen filmt. Dan zou ik dat best leuk vinden om contact te krijgen met elkaar. Oh, leuk. Ja, ik zat wel eens te denken van, stel wij wonen in dezelfde stad. Ja. Dan zou ik jou echt 2 keer per week zien. Ja. En dan konden we samen gaan werken. Ja, en als je dan even een samenwerking moet filmen, dan kan je elkaar helpen. Ja, in plaats van dat je met statieven en gedoe. Ja, precies. Ja.
Maar hoe laat begint je dan? Ik word meestal om 7:15 of zo wakker. Oh ja. Uit mezelf. Oh, zonder wekker. Ja. En dan staan Nick en ik allebei op, want hij werkt de meeste dagen thuis, sommige dagen in Utrecht. En hij begint gewoon om 9:00 met werken. Dus het is wel, als hij in Utrecht werkt, dan staat de wekker wel bijvoorbeeld om 7:00. Mm. Dan vind ik het echt heel vervelend, terwijl het is maar 3 kwartier eerder dan ik uit mezelf wakker word. Sta je dan op of? Met hem. Ja? Ja. Oké. Okay. Maar dat vind ik ook heel gezellig. Ja. Want heel soms, als ik bijvoorbeeld heel slecht slaap of zo, 's nachts, dan zeg ik, oh, laat me maar liggen. En dan word ik wakker en dan is hij al weg. Ja. En dan voel ik echt zo van, nee, ik heb hem niet gedacht gezegd. Oh. Maar goed, ik sta dus meestal om iets van 7:15 op. Ik heb in tegenstelling tot jou, als ik wakker word, dan wil ik gewoon mijn bed uit. Hmm. Dus ik sta dan gewoon eigenlijk meteen op. Hmm. Ik doe mijn ogen open en ik stap eruit. Ja? Ja. Oh. Dan ga ik lekker katten eten geven. Kijk je niet eerst op je telefoon? Ja, in de winter wel, want dan had ik het koud en had ik geen zin om eruit te komen. Maar nu heb ik niet meer zo koud. Ja. De kou is bij mij ook wel een grote factor. Ja. Maar ik ga meestal zelf dus ook gewoon, ik ga douchen. Ik zorg dat ik helemaal klaar ben, ook hoef ik nergens heen. En ik probeer dan niet in mijn pyjama te gaan blijven of nee, zo. Nee, dat is echt een heel belangrijke stap. Maar heel soms dan weer wel echt. Stel bijvoorbeeld, ik ben net ongesteld en ik voel me echt niet lekker. Dan gun ik mezelf bijvoorbeeld zo'n pyjama dag. Maar dan blijft het wel iets uitzonderlijk, zeg maar. Ja. En dan ga ik denk ik om 9:00 of zo werken. En ik werk altijd eigenlijk heel snel. Dus ik heb altijd het idee dat als ik bijvoorbeeld van 9 tot 2 heel geconcentreerd dingen doe, dat ik net zoveel doe als wanneer ik van 9 tot 5 op een kantoor zou zitten. Ja, denk ik zelf ook. Dus ik stel soms ook wel eens uit dat ik dan pas om 2:00 ga lunchen, omdat ik dan gewoon helemaal klaar ben. Mm. Met alles wat ik die dag wil doen. Lekker. Heerlijk. Ja. Vaak in de middag plan ik dingen. Want ik heb ook heel veel dingen. Nick zegt altijd van, jij hebt altijd zoveel van die afspraken. Want dan ga je weer je nagels laten doen. En dan ga je weer naar de fysio. En dan weer naar de psycholoog. En dan moet je even naar de huisarts. En dan naar de tandarts. En dan, en dan heb je weer een lash lift. En dan ga je weer... ik heb gewoon allemaal van dat soort dingen. En die plan ik altijd meestal gewoon in om 2 of 3 uur 's middags. Hmm. In de avonden doe ik bijna nooit iets door de week. Als iemand dan voorstelt van, ja, misschien kunnen we donderdagavond chillen, dan zit ik echt zo van... Waarom? Ja, dan wil ik lekker onder mijn dekentje op de bank tv kijken. Hmm. En dan in het weekend kom ik tot leven. Oké. Dus je hebt wel echt een heel duidelijk verschil tussen week en weekend. Ja. En dat vind ik ook heel fijn. Ja? Ja, heerlijk. Maar is dat ook omdat Nick gewoon dan sowieso vrij is in het weekend? Ja, dat denk ik wel. Ik kan er ook heel erg van genieten als Nick vrij is. Want soms bijvoorbeeld dan heeft Nick vakantie, terwijl ik gewoon doorwerk. Maar dan vind ik het zo heerlijk en dan heb ik ook het gevoel dat ik zelf vakantie heb. Ja? Ja. Maar bijvoorbeeld nu is het dinsdag en nu heb ik vanochtend een uurtje gewerkt. En verder ging ik gewoon lekker naar jou. En dan denk ik, nou, dan doe ik morgen wel weer extra veel. Ja, maar ja, je bent vandaag ook de hele dag aan het vloggen. We hebben net allemaal TikToks gemaakt, dus eigenlijk ben je ook je werk aan het doen. Ja, dat is altijd heel moeilijk. Van wat is nou werk, wat niet. En hoe laat ga je naar bed? Ik denk dat ik er meestal iets van 11:15 of zo in lig. En dan slaap ik in een ideale wereld om 11:30, maar eigenlijk meestal toch later. Oh ja, dat is wel echt best wel vergelijkbaar met mijn ritme. Ja? Nou, toch jij veel later sliep? Of in je nieuwe ritme niet? Nee, ik ga om 11:00 naar bed. Dus dan moet ik wel rond 12:00 zou ik wel moeten slapen. Ik word zeg maar 's avonds heel moe. Oh. Dus ik ga heel vaak, stel we eten om 7:00 s'avonds, dan ga ik bijvoorbeeld om 7:30 ga ik al helemaal zo mijn skincare routine doen. Doe ik mijn pyjama al aan. Het liefst zou ik ook al mijn tanden poetsen, maar dan kan ik niet meer snacken s'avonds, dus dat doe ik niet. Maar zodat ik dan al dus dan ben ik al helemaal zo klaar om naar bed te gaan, zeg maar. Ja, goed, Want als ik dat pas s'avonds ga doen, dan denk ik, oh, ik moet mijn tanden nog poetsen en dan ook nog al die crème en zo op te doen, dat kan ik dan gewoon niet opbrengen. Ja, je begint echt wel een beetje af te bouwen. Ja, dus daarom kan ik ook niet zomaar om 8:30 s'avonds nog even bij iemand op de thee gaan, want dan ben ik al klaar om naar bed te gaan. En jij doet ook toch wel regelmatig een dutje? Nou, ik probeer dat niet te vaak te doen. Oh. Ik denk dat ik 1 of 2 keer per week een dutje doe. Is dat vaak? Nou, ik had het idee toen ik vertelde over mijn dutjes, ook denk ik 1 à 2 keer per week, dat er best wel mensen echt helemaal verbaasd waren van wat, dutjes echt voor bejaarden. Oh, vind ik helemaal niet. Slecht voor je nachtrust en zo. Nee, ik doe vooral een partydutje. Ja. Dus als ik weet dat ik uitga, dan probeer ik aan het eind van de middag even een uurtje te slapen. En ik heb heel soms, als ik gewoon 1 dag bijvoorbeeld slecht heb geslapen of zo, dat ik dan in de middag een klein dutje doe. Ja. Dutjes zijn ook wel echt heerlijk. Ja, maar toen Nick in Frans was... Toen was ik echt ontspoord. Dat was erg.
Ja, toen appte je af en toe van, Bram, ik lig nog steeds in bed. Help ja, echt om 10:30 ochtends of zo. Ja. Ja. Terwijl ik dacht, als je iemand niet moet... Maar, ja, toen was ik echt ontspoord. Dus maar je... op een gegeven moment deed ik ook gewoon niks meer in het huis. Dan kwam ik binnen en dan gooide ik mijn jas gewoon op de vloer. Omdat, waarom zou ik hem aan de kapstok hangen? Ik woon hier toch in mijn eentje. Dat was heel raar. Zou het toch moeilijker zijn in je eentje? Ja, sowieso. Om je leven een beetje op orde te houden? Ja. Ja? Weet ik wel zeker. En hoe ben je daar weer uitgekomen? Gewoon weer naar Nick gegaan? Ja. Ja, ik dacht wel, oh, als ik alleen zou wonen, zou het echt een zwijnenstal zijn en ik zou de hele dag in bed liggen. Nou, maar op een gegeven moment zou je daar toch wel uitsnappen. En... Ja, maar ik kookte bijvoorbeeld ook bijna niet. Het was echt heel erg. Ik was echt een soort van alsof ik voor het eerst op mezelf woonde. Ja. Maar dan ging ik wel ook eerder bijvoorbeeld in de avonden iets doen. Of door de week drinken of zo. Niet in mijn eentje. Maar ja, dan maakte het allemaal ook niet meer uit wanneer het weekend was. En wat ik deed en hoe lang ik daar dan bleef. Ja, dat is mijn leven. Ja, ja, het heeft ze voor- en nadelen. Heeft ze voor- en nadelen, ja. Heb je nog een tip? Waarvoor? Voor mijn ritme. Om het vol te houden? Of, Ja, als ik jou was, zou ik even een leuk project zoeken. Waar je dan bijvoorbeeld één keer in de twee weken elke vrijdag heen moet. Of zo. Oh ja, ja. Dat je een soort van iets hebt waar je steeds heen moet. Ja, dat zou wel lekker zijn, ja. Maar niet te vaak? Nee, maar toch een beetje vastigheid en buiten de deur. Dus ja, stel bijvoorbeeld, wij zouden samen een podcast hebben. Ja. Dat gaat niet gebeuren. En we zouden nou, naar een studio naar ja, studio dat we dan één keer in de twee weken daarheen gaan en dan nemen we er twee op. Ja, dat is sowieso heel leuk. Dat geeft echt ritme. Ja, als we een podcast zouden hebben, waar zou die dan over gaan? Een soort roddelpodcast. Ja, daar zijn wij heel goed in. Maar dat kan niet online. Dat kan niet online, inderdaad. Wij zijn ook heel goed in dit soort gesprekken over je leven op de rails krijgen. Of gewoon een beetje een soort eeuw van de amateur, gewoon gezellig kletsen. Een podcast over alles. Ja, ik zou nooit denk ik een podcast... Over alles. Maar. Nee, ik denk dat het leuk is als je wel een onderwerp kiest en dan een beetje zo daaromheen draait. Dan dat je gewoon niet echt een onderwerp hebt. Maar ja. We zouden ook een goed advies kunnen geven, denk ik. Ja, of over knappe mensen praten. Ja, dat kunnen we ook wel goed. Nou, daar kunnen we nog eens over nadenken. Ja, suggesties zijn welkom. Ja. We hebben eten besteld bij Mr. Vegan Food Bar. Ik heb de Thaise curry. Oeh! Oh ja, uiering had ik ook nog gedaan. Lekker! Ja. En jij hebt... Een hotdog, maar die is helemaal uit elkaar gevallen. Dus ik even met mes en vork. Ja. Zo, dat ziet er echt heel lekker uit, zeg. Ja, grote bakken. Was gezellig. Ja, zeker. Zie je vrijdag weer. Ja, zo dorp, hè. Dan gaan we even ontsporen. O jee. Maar we doen wel rustig aan. Okay. Dat hebben we net besproken, toch? We beginnen rustig. Ja, oh ja, beginnen rustig. Tot vrijdag. Bonnie is alweer een tijdje naar huis. Ik heb nog even een paar uurtjes gewerkt. En toen ben ik de kast ingedoken op zoek naar iets van snoep of iets lekkers. Niks gevonden. En dat is ook de bedoeling, want alles wat ik in huis haal, vreet ik op. Maar ik heb wel nog dit in de koelkast gevonden. De chocolademousse van Alpro, waar ik wel benieuwd naar ben. Double chocolate mousse plant-based. Met amandel. Oké, okay. Klinkt wel lekker. En terwijl ik die... Oeh, het is heel luchtig. Moet je kijken, al die zoveel bellen. Dat is ook heel zacht. Erg lekker. Niet heel zoet. Ik wilde nog even zeggen, ik had een heel leuk gesprek met Bonnie, vond ik, over haar dagritme. En ik had vorige week ook, vond ik, een heel leuk gesprek met cameraman Robin over zijn dagritme. Best wel veel mensen reageerden in de comments met iets van... Ah joh Bram, je moet gewoon doen wat je zelf wil. En jouw ritme is jouw ritme. Als je geen ochtendmens bent, dan maakt het niet uit. Dus ik dacht, misschien is het goed om even te benoemen dat die gesprekken voer ik gewoon... omdat ik het een heel interessant onderwerp vind. Omdat ik het leuk vind om het verhaal te horen van iemand anders. En niet per se omdat ik dan... dat als soort advies nodig heb of omdat ik dan meteen alles wat de ander zegt ook ga overnemen. Dat betekent ook niet dat ik er zelf helemaal niet uitkom en dat ik het helemaal niet weet. Dus wat mij betreft gewoon puur interesse in dat onderwerp, een ritme en in die persoon. Dus vandaag Bonnie, vorige week Robin. En ik denk dat ik de komende tijd nog wel meer van dit soort gesprekken ga voeren. Ik denk dat ik het morgen ook even aan Hinne ga vragen. Want Hinne is eigenlijk een beetje de aanstichter van mijn hele poging tot een... tot het vinden van een ritme. Maar maak je dus niet druk. Ik weet dat ik gewoon lekker moet doen wat ik zelf wil. En mijn leven mag en moet inrichten zoals mijzelf het beste lijkt. Maar dat neemt niet weg dat ik het gewoon heel leuk vind om te horen hoe andere mensen dat doen. En ik hoop dat jij het ook interessant vindt. Want het blijft denk ik de komende tijd wel een thema. En verder was ik natuurlijk deze week bezig met de vervelende klusjes. En hoe staat het daarmee? Nou, ik heb gisteren dus de TL-buis vervangen. Blank maken in pannenkast.
ga morgen nog eens naar dit lijstje kijken. Poeh, ik heb zo ongelooflijk veel gekletst met Bonnie. Echt, volgens mij zijn we gewoon non-stop aan het praten geweest. Ik weet niet eens meer waar we het allemaal over hebben gehad, maar echt over alles. En we hebben ook nog allebei een vlog gemaakt, TikToks gemaakt voor Bonnie, een podcast opgenomen voor Team Kijk Maar Even. Het was erg gezellig, het was heel fijn. Het is wel, ja, het is wel in één keer heel stil in huis. Ik ben op zich altijd best wel graag alleen, maar ik vind het wel altijd lastig als je dan een hele dag met mensen hebt doorgebracht, een hele dag gezellige dingen hebt gedaan en dan ben je in één keer weer alleen thuis. Is de stilte wel oorverdovend. Morgen moet je ook zeker weer kijken, want dan verwacht ik een mailtje over mijn Belastingdienst debakel. En Hinne komt eten. Dankjewel voor het kijken en hopelijk ben je er morgen ook weer bij. Kijk maar even. Doei! Hallo. 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 Hey. Hallo. Hallo. Is alles goed? Hey.